waarom mag je niet zomaar voor de concurrent gaan werken? Dit is de Universiteit van Nederland. Dames en heren, moet je opletten als je een concurrentiebeding voor je neus krijgt met het verzoek om dat te tekenen. Ik zal twee voorbeelden noemen. Recent speelde zich hier in Amsterdam bij de kantonrechter een zaak af waarbij een werknemer van Booking.com, zo'n internetsite waar je reizen kunt boeken, die wilde overstappen naar een concurrent. Die wilde niet meer in Amsterdam werken, maar die wilde verhuizen naar Miami en daarbij een concurrent van Booking.com gaan werken. Waarom wilde hij dat? Nou, als je de uitspraak leest, omdat daar blijkbaar zijn vriendin ook zat. Heel begrijpelijk. Maar Booking.com was daar niet zo van gecharmeerd in. Die zeiden, wij hebben met jou een concurrentiebeding, zijn we aangegaan. En dat concurrentiebeding, als je naar de tekst daarvan kijkt, geldt dat over de hele wereld. Dus jij mag niet alleen niet in Amsterdam bij concurrenten gaan werken. Jij mag niet alleen niet in Nederland bij concurrenten gaan werken. Je mag niet alleen niet in Europa bij concurrenten. Je mag nergens bij onze concurrenten gaan werken. Wie van u denkt dat dat heeft stand gehouden? Kan dat? Een werknemer houden aan een wereldwijd concurrentiebeding. Eén iemand denkt dat dat kan. En die heeft het goed gezien, want de kantoorrechter hier in Amsterdam zei inderdaad, ja, dat kan. Je kunt iemand inderdaad aan een wereldwijd concurrentiebeding houden. Want de concurrenten van Booking.com, die bewegen zich ook wereldwijd. Je kunt van overal ter wereld iets boeken bij Booking.com. Dat geldt ook voor die concurrenten. Dus die wereldwijde scope is in dit geval helemaal niet zo onredelijk. Wereldwijd concurrentiebeding overeind gaan. Tweede voorbeeld. We hebben te maken met een werknemer die auto's verkoopt. Dure, mooie auto's. Mercedes. En die stapt op een gegeven moment over naar een concurrent van zijn werkgever, min of meer aan de overkant van de straat. Andere autodealer die hele dure auto's verkoopt. En die werknemer die had ook een concurrentiebeding in zijn arbeidsovereenkomst staan met zijn eerste werkgever. En die werkgever die zei, dat moet jij niet doen. Jij moet niet hier aan de overkant van de straat bij onze allerergste concurrent gaan werken. Dat vinden wij heel vervelend. Doe het niet, want we houden je eraan. En hou er rekening mee, in jouw concurrentiebeding zit een boetebeding. En dat boetebeding betekent dat jij, als je daar gaat werken, een stevige boete verbeurt, maar voor elke dag dat je daar blijft werken, ook een boete verbeurt. En die man dacht, ah, het zal wel zo'n vaart niet lopen. Weet u hoeveel vaart het heeft gelopen? Hij ging bij dat nieuwe bedrijf, ging die 4800 euro per maand verdienen. Weet u wat hij uiteindelijk aan boete heeft moeten betalen van het hof aan zijn vorige werkgever? 175.000 euro. Wegens overtreding van het concurrentiebeding. Daar moest deze man heel lang voor werken. Kortom, de risico's van zo'n concurrentiebeding zijn heel groot als je werknemer bent. Nou, laten we eerst eens even kijken, wat is nou eigenlijk zo'n concurrentiebeding? Als je kijkt in de wet, artikel 653 van boek 7 BW, dan zie je een concurrentiebeding, dat is een beding dat de werknemer verbiedt om na het einde van de arbeidsovereenkomst op een bepaalde manier werkzaam te zijn. En je hebt, van die bedingen heb je verschillende verschijningsvormen. Je hebt echt klassieke concurrentiebedingen. Hè, die verbieden het om bij een concurrent in dienst te treden. Maar je hebt ook bijvoorbeeld relatiebedingen. Hè, die verbieden het om bij bepaalde relaties van de werkgever te gaan werken. Dat is ook een concurrentiebeding. Nou, kan dat nou zo'n concurrentiebeding? Ja, dan moet je een onderscheid maken sinds 1 januari van 2015 tussen twee soorten contracten. Het uitgangspunt bij contracten, arbeidscontracten voor onbepaalde tijd, is dat je inderdaad zo'n beding kunt aangaan. Bij contracten voor bepaalde tijd, flexibele arbeidscontracten, geldt een ander uitgangspunt sinds kort. En dat uitgangspunt is, bij dat soort contracten kun je geen concurrentiebeding aangaan. Want, zegt de wetgever, dan heb je eigenlijk een dubbel nadeel. Dan heb je aan de ene kant de onzekerheid van het feit dat je maar kort in dienst bent en een kort contract hebt. Dat is onzekerheid. En dan krijg je er nog eens een keer onzekerheid bovenop, omdat je aan het eind van dat contract ook nog eens een keer aan de concurrentiebeding gebonden bent. Nou, dat moet je niet kunnen. Dus uitgangspunt, contract voor bepaalde tijd, geen concurrentiebeding. Maar daar geldt weer een uitzondering op volgens de wet. Want als het zo is dat de werkgever een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang heeft om met deze specifieke werknemer met een contract voor bepaalde tijd wel een concurrentiebeding aan te gaan, dan kan het dus wel. Dus er moet sprake zijn van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang en dat moet ook schriftelijk worden overeengekomen, dat beding en dat zwaarwegende belang. En dat betekent dat de werkgever dat goed moet vastleggen, concreet moet vastleggen. Het enkele feit dat je opschrijft
ja, wij komen dit overeen, want we hebben daar een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang bij. Dat is niet voldoende. Je moet echt specifiek opschrijven waarom je nou dat ding overeenkomt. En dat zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelang, dat moet op twee momenten gelden. Dat moet in de eerste plaats gelden bij het aangaan van het contract. Maar het moet ook gelden op het moment dat de werkgever een beroep gaat doen op het concurrentiebeding. Als op dat moment dat bedrijfsbelang er niet meer is, ja, dan kan hij er alsnog geen beroep op doen. Nou, waar moet je nou aan denken? Nou, denk je bijvoorbeeld eens in dat je het hebt over iemand die bij een televisieproductiebedrijf werkt op basis van een contract voor bepaalde tijd. En daar wordt een nieuw format ontwikkeld. Nou, dat is natuurlijk hele concurrentiegevoelige informatie. Ik zou me kunnen voorstellen dat je daarvan zegt, ja, bij zo'n contract voor bepaalde tijd, daar heb je inderdaad een bedrijfs- of dienstbelang wat wettigt om een concurrentiebeding aan te gaan. Maar stel je nou eens voor dat dat format bekend wordt gedurende de loop van het dienstverband. Ja, dan is het zwaarwegend de bedrijfs- of dienstbelang op het moment dat het beding wordt ingeroepen. Is er niet meer. Ja? Dus dan kun je er als werkgever niet meer op beroepen. Nou, wat zijn nou de totstandkomingseisen voor zo'n concurrentiebeding? Nou, daar gelden twee totstandkomingsvereisten voor. In de eerste plaats moet het beding worden overeengekomen met een meerderjarige werknemer. En in de tweede plaats moet het schriftelijk worden overeengekomen. Nou, de gedachte daarachter is, het zijn bedingen die dat zagen we aan het begin van het verhaal, die een enorme impact kunnen hebben. Dus de werknemer moet zich goed realiseren waar hij zijn handtekening onder zet. Vandaar dat schriftelijkheidsvereiste. Waar stem ik hier überhaupt mee in? En over die inhoud van het schriftelijkheidsvereiste is veel geprocedeerd. En daar zitten rechtspraak zit daartussen waar voor werknemers gevaarlijke instinkertjes in zitten. Ik zal u daar één voorbeeld van noemen. Er is er bijvoorbeeld een keer geprocedeerd over de vraag of er is voldaan aan dat schriftelijkheidsvereiste als een werknemer een arbeidscontract krijgt met daarnaast algemene arbeidsvoorwaarden. U ziet het voor zich, zo'n mapje, een mooi gelikt mapje met algemene arbeidsvoorwaarden erop. En de werknemer leest alleen maar de arbeidsovereenkomst zelf. En daar staat in, op deze arbeidsovereenkomst zijn ook de algemene arbeidsvoorwaarden van toepassing die u als bijlage aantreft. En de werknemer die tekent voor akkoord en ook voor akkoord met de algemene arbeidsvoorwaarden. Maar daar heeft hij niet in gekeken. En gek genoeg, op pagina 396, 14e voetnoot, staat een concurrentiebeding in die algemene arbeidsvoorwaarden. Is de werknemer daar nou aan gebonden? Wat vindt u daar nou van? Laten we eens kijken. Wie vindt dat daar is voldaan aan het schriftelijkheidsvereiste? De meerderheid zegt van niet. De Hoge Raad zei van wel. Onder die omstandigheden is er voldaan aan het schriftelijkheidsvereiste. Leer daarvan. Lees alsjeblieft, als je zo'n contract krijgt met algemene arbeidsvoorwaarden, heel goed die algemene voorwaarden door. Want daar kan een concurrentiebeding in zitten waar je gewoon aan vastzit op het moment dat je je handtekening zet onder de arbeidsovereenkomst waar dat beding niet in staat. Nou, dat even wat betreft de totstandkomingsvoorwaarden. De belangrijkste vraag is natuurlijk, hoe kom je er nou ooit weer vanaf? Nou, daar zijn een paar mogelijkheden voor. Wettelijke mogelijkheden en mogelijkheden die in de rechtspraak zijn ontwikkeld. Laten we maar eens met dat laatste beginnen, die mogelijkheden die in de rechtspraak zijn ontwikkeld. Er is een hele beroemde zaak, eind jaren 70, het zogeheten Brabant van Uffelarrest. En daar ging het over het volgende. Daar ging het over een werknemer die in dienst was getreden bij een makelaarskantoor. En hij was daar gewoon als, in een wat lagere functie was hij daar ingestroomd. Maar u kent het wel, dat was echt zoiets wat u ook bent, hè? Een high potential. En die high potential die ontwikkelde zich en het werd binnen de kortste keren werd hij directeur van het bedrijf. Maar doordat hij directeur werd, kreeg hij ook arbeidsrechtelijk een andere positie. Want hij werd, zoals dat dan heet, statutair directeur van het makelaarskantoor. En dat betekent dat hij werd benoemd als bestuurder van de vennootschap. En als bestuurder van een vennootschap heb je arbeidsrechtelijk veel minder bescherming dan als gewone werknemer. Omdat er dan geen ontslagvergunning hoeft te worden aangevraagd om je te kunnen opzeggen. Dus hij werd wel steeds hoger, maar hij kreeg wel wat minder bescherming. Nou, op een gegeven moment kwam toen de vraag op. Op het moment dat die man statutair bestuurder werd, had dat concurrentiebeding toen eigenlijk niet opnieuw overeengekomen moeten worden. En daarvan zei de Hoge Raad uiteindelijk, ja, dat is zo. Want als er sprake is van een ontwikkeling in je dienstverband, waarvan je kunt zeggen dat het een aanzienlijke, ingrijpende wijziging is in het kader van de arbeidsovereenkomst, dus bijvoorbeeld een ingrijpende functiewijziging, en er is daardoor sprake van een situatie waardoor het concurrentiebeding aanmerkelijk zwaarder gaat drukken op de werknemer, dan zegt de Hoge Raad, dan moet dat beding opnieuw worden overeengekomen. En gebeurt dat niet op dat moment, dan vervalt het beding. Nou, waarom ging het hier nou aanmerkelijk zwaarder drukken? Omdat op het moment dat hij directeur werd, hij minder bescherming kreeg
tegen ontslag en daardoor eerder geconfronteerd kon worden met de werking van het concurrentiebeding. Hij kon er eerder met de gevolgen van het beding worden geconfronteerd. Dus onder die omstandigheden kan zo'n beding vervallen. Nou, dat is een mogelijkheid tot verval van het beding die in de rechtspraak is ontwikkeld. Verder is het zo dat de wet ook mogelijkheden biedt om een concurrentiebeding te matigen. En die matiging, die vraag of er gematigd moet worden, dat is uiteindelijk een belangenafweging. Dat is aan de ene kant het belang van de werkgever bij bescherming van zijn geheimen en zijn bedrijfsdebiet, zijn klantenbestand. Dat weegt natuurlijk zwaar. Maar aan de andere kant de belangen van de werknemer. Als een werknemer bijvoorbeeld een enorme positieverbetering kan ondergaan bij een andere werkgever, waar hij veel meer kan verdienen of een veel mooiere baan kan krijgen die hij veel leuker vindt, ja, dat weegt ook mee. Wat ook meeweegt is, hoe is nou die werkgever omgegaan met die werknemer in het verleden? En als dat allemaal de schoonheidsprijs niet verdiende, ja, dan kan dat ook een reden zijn om te zeggen, ja, misschien moet dat beding toch een beetje matigen. Maar vergis je niet, hè? Het uitgangspunt in zo'n beoordeling of dat beding gematigd moet worden, is wel afspraak is afspraak. Die werknemer heeft zich verbonden aan het concurrentiebeding en de rechter zegt dan ook, nou, het uitgangspunt is dan ook dat het overeind blijft. En jij werknemer moet maar aantonen dat jij inderdaad zwaarwegende belangen hebt om dat beding te matigen. Nou, hoe kan dat dan gematigd worden? Dat kan op verschillende manieren gematigd worden. De rechter kan zeggen, nou, we beperken de duur van het concurrentiebeding, bijvoorbeeld van 2 jaar naar 1 jaar. Of de geografische rijkwijde, als je een concurrentiebeding hebt voor heel Nederland, dat de rechter zegt, nou, dat vind ik wel heel uitvoerig, al te ruim, we maken er de Randstad van. Ja, dus de rechter heeft daar heel veel speelruimte eigenlijk om zo'n beding te matigen. En dan is er dus nog een andere mogelijkheid voor de rechter om zo'n concurrentiebeding te matigen, en dat is bij het contract voor bepaalde tijd. En dan gaan we eigenlijk weer een stapje terug. Als er sprake is van een contract voor bepaalde tijd met daarin een concurrentiebeding, dan kan de rechter ook zeggen, ja, we vernietigen dat beding omdat dat zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelang wat de werkgever aan het begin had, dat is er niet meer. En het verschil is eigenlijk tussen die twee matigingsmogelijkheden, dat die tweede matigingsmogelijkheid, dus bij dat contract voor bepaalde tijd, dat is heel zwart-wit. Dat is ofwel helemaal matigen of helemaal niet matigen. Terwijl die andere matigingsmaatstaf, met al die belangen die daar gewogen moeten worden, dat is veel meer maatwerk. Daar kan de rechter een beetje matigen, wat ik al zei, in looptijd of in geografische rijkwijd. En dan is er tot slot nog een laatste mogelijkheid. En die luidt dat uiteindelijk de rechter ook kan zeggen dat een beding helemaal zijn werking heeft verloren als de arbeidsovereenkomst is geëindigd op een manier waarvan je kunt zeggen dat het ernstig verwijtbaar is aan de werkgever. Dus als, laten we het zo zeggen, de werkgever zich heel ernstig heeft misdragen, dan kan het zo zijn dat de rechter zegt, je kan om die reden überhaupt geen beroep meer doen op het concurrentiebeding. En daar heb ik 1 voorbeeld van. Wat wel te denken geeft over hoe werknemers soms worden behandeld. Maar het geeft ook wel aan hoe zwaar het zal zijn voor een werknemer om daar een beroep op te doen. Ik lees gewoon maar eventjes voor wat voor e-mails deze meneer had ontvangen van zijn leidinggevende. De eerste e-mail die luidde als volgt. Jullie worden uitgenodigd voor een, ik citeer maar even, lamzakkenvergadering. En de tekst die eindigde met slaap zacht. Dat doe je toch al de hele dag. Volgende mailtje. Jullie doen het alleen maar goed. Jullie zijn tijgers. Als jullie de slaap uit je ogen hebben gestreken en je leest dit lijstje goed, dan zul je 1 naam missen. Ja, ja, het eerste slachtoffer is al gevallen. En geloof mij, er volgen er nog meer. Je moet bij mij werken voor je vreten. Lamzakken zoeken maar wat anders. De ballen, Willem. En de volgende mail die deze meneer mocht krijgen. Mijne dames en heren, u gaat gewoon uw werk doen. Goed schikts of kwaad schikts. Het zal mij een worst wezen. Maar als je me wil naaien, wil ik je in het gezicht zien en niet achter mijn rug. De goochem die de weg van de minste weerstand kiest en het slimme idee heeft om zich ziek te melden, zet alle eigendommen van Exacta maar klaar. Was de auto, want die kom ik maandag ophalen. En het laatste mailtje luidde dan als volgt. Na wederom een desastreuze dag is er een bom gevonden. Indien u niet zorgt voor uw eigen veiligheid door deze zelf op te ruimen, en dat is alleen mogelijk indien u uw werk doet en dat is omzet brengen, zal aanstaande maandag Ton Stolzenbach in de functie van mijnenveger enkele klaplopers eruit komen flikkeren. Nou, en dat was toch echt even een brug te ver voor de rechter. En die zei, ja, als je zo omgaat met je personeel en daardoor eindigt de arbeidsovereenkomst, dan kan het echt niet zo zijn dat je vervolgens ook nog eens een keer door iemand uit de markt drukt en verbiedt om bij de concurrent te gaan werken. Ja, want dat is natuurlijk ook niet zo heel vreemd. Een beetje fatsoen mag toch wel van een werkgever worden verwacht. Dank voor jullie aandacht.